waar misschien ik nu weer vond. Hoi, goedemorgen. Het is zondag vandaag en ik ga vandaag mij opmaken terwijl ik met jullie klets. Dus je kunt meedoen, je kunt je ook gaan opmaken terwijl ik dat doe. En dan ga ik jullie even een make-up date geven, want dat is hoe ik nu de klets en opmaakvideo's ga noemen. Iemand kwam met deze tip, met het idee om klets en opmaakvideo's make-up date te gaan noemen. Dat had ik gevraagd de vorige keer. Van ja, wat is een leuke naam voor deze serie. Dat vond ik wel een hele toffe. Dus bij deze weer een make-up date. Ik begin met wat basis van Smashbox. Ik heb deze laatst opnieuw gekocht. Hij was eindelijk op mijn Photo Finish Primer. De Hydrating Curvy. Super fijn spul vind ik dit. Mijn huid is momenteel best wel droog. Dus heb ik en een goede basis. En mijn huid is iets minder droog. Iets zachter dan een beetje foundation. Afgelopen woensdag was het Koningsdag. Ik zeg heel eerlijk, not gonna lie, het is vandaag dinsdag, dus ik weet nog niet wat ik met Koningsdag heb gedaan. Waarschijnlijk ben ik naar mijn ouders gegaan, dat is namelijk nu het plan, omdat het gewoon zulk vies weer is. Ik weet gewoon niet what to do. Denk ik dat ik gewoon tompoes ga eten bij mijn ouders. Wat heb jij gedaan met Koningsdag? Ben je nog flink gaan partyen? Heb je spullen verkocht op de rommelmarkt? Of heb je gewoon gewerkt? Dat kan natuurlijk ook. Ik zet alle producten die ik gebruik weer in een lijst op mijn site. Zal ik hieronder in de beschrijving even naar linken. Dan weet je wat ik gebruik. Ik moet eerlijk toegeven, ik had voor deze video wat onderwerpen bedacht die ik wilde bespreken. Onderwerpen die anders niet ter sprake komen in mijn video's. Maar ik merk, ik zeg heel eerlijk, dat ik het best wel moeilijk vind om me open te stellen. Even tussendoor, ik heb trouwens echt een huge bukkeld waar echt zeg maar een soort van drie op een rij stoplicht. Verkeerslicht moet ik zeggen. Dat is nu een soort van korstje en nu krijg ik het helemaal niet meer gecamoufleerd. Want ik heb het natuurlijk opengekrapt, want het was echt zo groot. En nu zit het hier nog, echt zo midden op mijn kin. Openstellen is iets wat ik altijd al moeilijk heb gevonden. Ik ben echt iemand die de neiging heeft om, als iemand vraagt hoe gaat het, altijd te zeggen, ja goed, goed, lekker bezig en hoe gaat het met jou? In heel veel situaties is dat gewoon handig, dan heb je geen zin. Je hoeft echt niet aan iedereen je hart te luchten. En ik weet ook dat soms, vaak als mensen dat vragen, ook gewoon alleen willen horen van hoe gaat het. Alleen maar willen horen van, goed. Maar ik doe dat ook met de mensen waar ik wel mijn hart zou kunnen luchten. Zoals bijvoorbeeld mijn beste vriendin. Het ding daaraan is, als je niet openstelt, dat je relaties oppervlakkiger worden. Je relaties, je vriendschappen worden mooier wanneer je ook de moeilijke dingen met elkaar deelt. Ja, dat openstellen, dat heb ik altijd moeilijk gevonden. Waarschijnlijk door dingen, vriendschappen in het verleden die niet goed gingen. Toen ik jonger was, toen had ik ja, altijd moeite met vriendschappen. Ik had ze wel, maar vaak was ik wat enthousiaster over de vriendschap dan de ander. Ja, ook al vaak gewoon erin gekwetst, waardoor ik het niet meer ging doen. Nu, ik heb echt geleerd bij mijn angsttherapie, als ik het zo goed zeg, om dat wel te doen, omdat het iets heel erg moois is. En een paar weken terug was ik bij een van mijn beste vriendinnen Merel. En toen heb ik volgens mij voor het eerst ooit bij haar gehuild. En voor sommige mensen zal dat heel normaal zijn. Dat je beste vriendin huilend opbelt als er iets is bijvoorbeeld. Voor mij is dat echt huge. Wat ik ook zo fijn vond is dat het gewoon kwam. Er was eigenlijk helemaal niet iets heel ergs aan de hand. Er was gewoon even iets waardoor ik niet zo lekker in mijn vel zat. En het kwam gewoon. En daarna voelde het zo goed en zo fijn. En ik dacht echt, oh, dit ligt op. Dat was ik gewoon, oh my god, waar misschien ik nu weer vol. Voor mij was dat echt een heel goed en belangrijk moment. Omdat Nero en ik al heel lang vriendinnen zijn. En het voor mij in de eerste jaren van de vriendschappen, juist toen er moeilijke dingen in mijn leven waren. Dat mijn moeder ziek was bijvoorbeeld. toen heb ik altijd gedaan, oh, ga prima, ga prima. Terwijl ik had gewoon ook moeten zeggen als het ook moeilijk was. En nu lukte dat eindelijk. Het gaat al wel een paar jaar beter hoor. Maar dat huilen, dat
ja, dat het nu eindelijk niet meer als een drempel voelde. Dat was echt zo fijn, zo'n overwinning. Maar ik merk dat ik het hier op YouTube ook hier best wel moeilijk vind om me open te stellen. En ja, vertellen over als het ook wat minder goed gaat. Ook omdat ik het vaak lastig vind om me goed te verwoorden. Ik heb net even contouring gedaan met dit paletje van L'Oréal. En ik wil meegeven aan iedereen die dat moeilijk vindt. Dat je hoeft je echt niet voor iedereen open te stellen. Sommige mensen gaat het helemaal niks aan wat er in jouw leven aan de hand is. Dat hoeft helemaal niet. Ik snap echt wel dat je mensen waarbij je ja, echt 100% jezelf kan zijn, die zoek je zorgvuldig uit. Maar durf dat dan wel bij die mensen die je echt vertrouwt en die jou ook vertrouwen. Dan is zoiets zo mooi en dan maakt het je band alleen maar beter als je het ook over de moeilijke dingen kan hebben. En als een vriendschap echt is, dan wil die ander dat juist ook alleen maar beter. Wil diegene je ook helpen als er iets moeilijks is in je leven, als je ergens mee zit, wat dan ook. Maar goed, op YouTube ja, is dat toch anders omdat ik, weet je, ik ken jullie wel, maar ik ken jullie toch niet allemaal precies persoonlijk. Is het voor mij nog even een brug die ik over moet? Met deze video's en ik wil hier dus aan mee gaan starten. Wil ik met jullie ook weten waar ik mee zit. Of waar ik mee gestruggeld heb bespreken. En ik hoop dat ik jullie daar dan weer een beetje mee kan helpen. Al is het maar een heel, heel klein beetje. Al is het maar één iemand. Want ik krijg wel reacties van jouw leven is zo perfect. En wauw, ik wil jouw leven hebben. En ik denk dat het goed is om te weten dat ja, ik ben heel heel gelukkig. En ik zou echt geen ander leven willen. Ik zou geen ander werk liever willen doen. Maar ook de beste baan ter wereld. Ook de mooiste relaties hebben hun mindere periodes, hebben hun ja, moeilijkheden. Daar loop je altijd tegenaan. Niks is 100%. Perfect. Sowieso niks überhaupt perfect. En dat is ook mooi, want als je dan uit een moeilijke periode bent gekomen, kan je je daardoor sterker voelen. En soms is het niet mooi. Soms is het gewoon super, super kut. En ga je een periode door waar je echt niet doorheen had gewild. Dat weet ik ook. Over openstellen gesproken. Er is nu een album wat ik luister, waarin iemand zich zo erg openstelt. En dan heb ik echt zoiets van, wow. Je weet dat zo, zo veel mensen, miljoenen, 100 miljoen, zoiets denk ik wel, mensen dit gaan luisteren. En dat je dan toch je zo open hoeft te stellen, vind ik super knap. En dat is het album van Beyoncé, Lemonade. Zo'n mooi album. Wow, zo krachtig, zo eerlijk, zo puur. Maar ook dat ze dan dus zingt over dat haar man haar bedrogen heeft. Dan denk ik echt, wauw. Want ze moet dit zo meteen straks gaan zingen tijdens optredens en zo. En die man is natuurlijk ook, Jay-Z is bekend. Beyoncé is, vind ik, echt de knapste persoon. Mijn grootste voorbeeld denk ik wel. En ook die heeft haar problemen. Beyoncé heeft een man die haar niet trouw kan blijven, terwijl je denkt, what? Maar echt, haar album, zo mooi. En echt voor mij dan weer een inspiratie. Nog iemand die mij geïnspireerd heeft om me open te stellen is Jip uit het programma Over Mijn Lijk. Dat is volgens mij alweer 2 jaar geleden. Jip uit Over Mijn Lijk heeft mij heel erg geïnspireerd. Ik kende hem niet echt. Ik kende hem dus door Over Mijn Lijk te kijken. En hij was echt iemand die zich altijd openstelde. En hij gaf dan ook als een van zijn laatste levenslessen soort van mee. Als jij je openstelt voor de wereld, stelt de wereld zich open voor jou. En heel mooi. Ik zou even kijken of ik het fragment kan linken. Dan zou ik het er even onderbij zetten. Echt iets waardoor ik dacht van ja, ik wil me echt meer open gaan stellen. Omdat je ziet inderdaad, je krijgt er zoveel voor terug. Oké, genoeg met de wenkbrauwen. Ik probeer dat dus wel in mijn achterhoofd te houden. Maar ik blijf het moeilijk te vinden. Ik blijf het gewoon moeilijk vinden om me open te stellen. Dit zit gewoon diep geworteld bij mij. Nou, wat een zware materie op de zondag. Ik ga een ooglook maken met dit prachtige paletten. Die zag je al voorbij komen in de likes en dislikes video. Die afgelopen donderdag online is gegaan van Urban Decay. Zo mooi. Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan maken. Als ik heel eerlijk ben. Ik wil in ieder geval dit oogschaduwpalet gebruiken. Omdat ik hem echt prachtig vind. Ik denk dat ik iets ga doen met Goldmine. Ik vind Goldmine wel heel mooi. Het is echt een hele felle geelgouden oogschaduw. Wat zou ik doen? Zal ik het aanbrengen hier of... Hier. Oh yes. Wauw.
En dan breng ik wat van Midnight Cowboy aan daarnaast. I pray you catch me whispering. Catch me listening. Die is dan weer heel zacht en nude. Een beetje van lace in haar kadeboog. En ik heb zin in groen ook. Ik denk dat ik gewoon wat groen aanbreng. Deze. Deze groen gaat zo onder je wimperrand. En dan doe ik wat van de donkergroen, mildew, in de arcadeboog. Een groen-gele oase. Ik zie er altijd zo gek uit zonder mascara. Ik ga eerst even eyeliner aanbrengen. Even een tip, als je eyeliner niet meer zo zwart is, zet hem eens gewoon op de kop neer. Als je een bakje hebt, ik bewaar dan altijd een bakje. Zet hem eens een kop op de kop in een bakje neer. En dan kan het zijn dat hij echt veel intenser zwart is als je hem dan de volgende ochtend gaat gebruiken. Ik merk in ieder geval echt, het is zo'n simpele stap, maar zoveel verschil. En dan ga ik nu mascara aanbrengen. Ik gebruik de Lash Sensational mascara van Maybelline. Ja, wat ik vertelde is dat ik dus moest huilen. En nou ja, vaker als ik me openstel, dus vertel ja, waarmee ik zit, hoe moeilijk ook. Hoeft niet per se huilend te zijn. Hoeft niet altijd te huilen. Dan merk ik hoe opgelucht ik me daarna voel. En ik merk dus wat ik net ook al vertelde met die quote van Jip. Dat de ander zich ook openstelt. En dat is heel mooi. Dat vriendschappen dus beter worden, dieper worden. Maar misschien, als jullie er ervaring in hebben, kun je mij vertellen wat jullie ervaringen ermee zijn. Wat je ervoor terug hebt gekregen. Of hoe je je voelt nadat je hebt opengesteld. De bronzer die ik aanbreng is NARS Laguna. Ik had net al die cream bronzer aangebracht. Maar dat is een mooie basis. De highlighter die ik gebruik is van Urban Decay. Sin, ook super mooi. En een blush, Benefit Coralista. Dat is deze. Mix warm en koel gewoon een beetje. Dat kan wel, ik breng hem ook niet te heftig aan. Ik twijfel tussen twee lipsticks. Ik heb deze twee lipsticks van Essence. Nummer 7 en nummer 8. Of ik voor de warme of voor de koele kleur ga. Ik denk toch voor de warme. Nou, ik ben klaar helemaal opgemaakt. Ik hoop dat je het leuk vond te zien en dat jij nu ook helemaal klaargemaakt hebt voor de rest van de dag. Vond je het nou leuk? Je kunt je abonneren op mijn YouTube kanaal hieronder via de link in de beschrijving of de rode abonneerknop. Ik zal er dinsdag weer zijn met een nieuwe eerste indruk video. Heel graag, tot dan. Mwah. Doeg!